Welkom in de Albert Heijn. Dit is de eerste vlog met mijn nieuwe camera, dus ik ben best wel nerveus dat ik niet op de grond val. Waarvoor gaan we komkommers kopen dan? Voor een hamburger. Ja, want we gaan hamburgers eten bij Wies. We lopen nu naar de Albert Heijn in Heemstede. Waar alle kakkers hun boodschappen doen. Oké, maar wat zijn we dus aan het doen? We zijn dus een soort van halve boodschappen aan het doen. Waarom heb ik een aubergine? Want we gaan hamburgers maken bij Wies thuis. Daarna gaan we naar de verjaardag van Jeroen. Want die is jarig, die is 19 geworden. En ik ben nu met deze twee dames boodschapjes aan doen. Je mag ook niet filmen over tijdens onze toestemming. Daan, hij doet het dus moeilijk om alleen al een tomaatje en een komkommertje aan te rekenen. Nou, echt een gier weer. Stonden we bij de kassa, maar op deze komkommer staat geen stickertje. Ze hebben hier allemaal geen stickertje. Ze zijn allemaal stickerloos. Nou, ik moet het gewoon intoetsen op dat ding. Super, dankjewel. Oké, jongens, laten we hamburgers gaan maken. We gaan naar Wies toe. Zeg nog eens heen, Niek. Hey, Niki! Hey! Gaat je al? Let's go and eat. Hoi. Hey. Welkom op de film. Hallo, hoe is het hier, jongen? Ja. Goed. Wat een gezelligheid. Dit zijn de ouders van Wies. Hallo. Hallo. Dit meisje krijgt gewoon eiwitshakes van haar hockey, omdat ze zo hoog hockeyt. Ik dacht, laten we het een keer proberen. Dus wij gaan nu, voordat we hamburgers gaan chappen, gaan we het even proberen. Dus Dani gaat alvast de hamburgers in de pan leggen. Huh? Dit is de beker. Dit is het. Dan voeg je melk toe. Lekker! Hij is bijna klaar. Gadverdamme. Het is gewoon chocolade. Het is gewoon chocolademelk. Maar dan met alleen maar eiwitten en zo. Dit is wel lekker, Wies. Het is echt niet vies. Echt niet vies? Niet lekker. Mensen aangebroken. Oké, ik wil even mijn muziek. Maar wie? Ik wacht onder mij dan niet. Nee. Duidelijk. Zeg iets wat. Vind ik dit fucking lekker. Doe mij maar wat bier. Haha, bier! Ja. Oud nummertje! Ah, kijk. Toch niet zo lekker. Oh, je gezicht zegt wel inderdaad dat het niet lekker is. Hoi, maar ik denk het niet. Ik vind het helemaal. De broodjes staan klaar, de hamburgers zijn gebakken. Lekker! Is tomaat een vrucht of een groente? En groente. Nee, groente. Jongens, kazen. Ik had de nationale eettest gekeken. En daar blijkt dus dat tomatenketchup is gewoon tomaat, oké, dat is gezond. Dus iedereen denkt, oh, ketchup is gezond. Maar er zit zoveel suiker in, niet normaal. Dus ketchup is net zo ongezond als mayo, vind ik. Fetty. Maakt een grapje. Smakelijk. Cheers. Oh. Hij is wel lekker, fijn, dankjewel. Het bord is dan leeg. Nick, ja, snap je wel. Ja, neem dit nou opnieuw. Oh. Alles over de helemaal vol. En we gaan zo naar de verjaardag van Jeroen. Stijn die trekt altijd honden aan. Oké, let's go. Nou, Wies en ik zijn net op de party van de... Yes. Jeroen geweest. Hij komt net van het toilet, hoor Filip. Heb je gekakt? Hij is volledig. Ik ga naar Amsterdam, want mijn zus moet daar werken in Club Ebe. Dus ik ga er nu vandoor. Kusje. Dag Niki, veel plezier. Doei baby. Doei jongens. Ik ben nu bijna thuis. En ik zie net voor het eerst dat mijn batterij bijna leeg is. Ik zie iets knipperen linksbovenin. Dus ik denk niet dat hij dat hele avond gaat volhouden. Dus ik ben bang dat ik mijn camera thuis moet laten. Nou, jezus. Viel die net uit op de fiets. Hij ligt nu aan de lader. Ja, het is natuurlijk een net nieuwe camera, dus ik weet niet zo goed nog hoe die ik mee overweg moet. Maar ik ben nu thuis en we pakken nu de auto. Vader gaat mee. Met zijn vriendin. En dan gaan we naar Club Ape, waar mijn zus nu aan het werk is. En gaan we een feestje bouwen. Dus dat wordt heel erg leuk. Als ik beelden maak, is het dus met mijn iPhone. Dat is wel jammer, want ik had heel graag beelden willen maken met mijn nieuwe camera. Anders zie ik jullie morgenochtend. Zo, vuil lampie. Hij is opgeladen en dat betekent dat ik terug ben van Amsterdam, want net was hij helemaal leeg en nu is de camera weer vol, dus ik kan hem morgen weer gebruiken. Ik moet echt een tweede accu hebben. Het is nu 2:30 s'nachts. Zit hier allemaal te lachen? Iedereen is moe, iedereen wil slapen, dus dat gaan we ook doen. Dus ik zeg welterusten.